Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Dit keer geen sportvlog, want ik heb de komende 3 weken alleen maar training eigenlijk. Dus geen wedstrijden of toernooien. Dus ik dacht dat het wel leuk was om een keertje een andere kant van mij te laten zien. Vandaag ben ik in Doesburg bij de Moeilijkse Kerk. En we hebben vandaag een speciale viering, een Lutherviering. En ik ben nu bezig om wat spulletjes voor de tombola klaar te maken met de loodjes en zo. Het wordt een leuke, gezellige dag. Allemaal andere gemeentes komen ook deze kant op. Dus Hogeveen, Zwolle volgens mij. En ja, we hebben straks een kerkdienst. En daarna gaan we met z'n allen eten. Bijbelquiz gaan we doen en liedjes zingen. Dus ik heb er heel veel zin in en ik hoop. Nou, we zijn nu nog bezig met voorbereidingen. De mensen komen er bijna aan. Ik heb straks de taak om hier de mensen te ontvangen. En de brosjes op te spelden hier zo. Ik zal jullie wel eventjes rondleiden in de kerk. Dus even kijken. Dit is de kerkzaal. En dan neem ik jullie mee naar de consistorie. De raad bij elkaar, de dominee. En dan voordat de dienst begint, gaan ze hier bidden. En dan is er hier de deur die naar de kerk leidt. Zoals je kunt zien. Volgens mij passen er nu 110 mensen in. De kerk is niet super groot, maar ja. Het is wel echt een beetje een thuisgevoel als ik hier altijd ben. Het is een mooie open dak. Hier heb ik dus ook belijdenis gedaan. En hier is de dominee alvast even op de gitaar aan het oefenen. Even kijken, dan gaan we naar de keuken, want er wordt natuurlijk ook gegeten en zo. Nou, hier staat alles klaar voor drinken, thee, koffie en oh, jullie willen er niet op? Jawel, jammer. En broodjes liggen klaar. Hier wat katanunti, als je het kan zien. Ja. Super lekker. Even kijken. Oeh, sorry. Hier hebben we nog het zaaltje waar de mensen straks allemaal binnenkomen. Hallo. Het hebben we gisteren allemaal versierd hier. En hierachter worden de bonnetjes verkocht. Hallo! En het frisdrank wordt hier straks verkocht. Even kijken. En hier hebben we nog een zaaltje waar de mensen kunnen eten en drinken. Nou, daarnet hebben we dus alle loodjes in de enveloppen gedaan en zo. Dus ik moet straks op mijn plek gaan staan en de mensen binnenhalen. Dus ik heb er zin in! Yeah.
Met een letter F. F. F van Ferdinand. David. Wat is het antwoord? Wat is het antwoord? David? Dat van David. Oké. Waar? Psalm 23. Yes. Ja. Psalm 33. Oké. Na de kerkdienst zingen we meestal amen drie keer. Wat betekent dat amen? Ik zeg het. Opzoeken. Nummer 29. Is dit hem? Ja. Heeft u spel gewonnen? 81. Misschien aan de andere tafel ook nog? Oh, ook niet? Nee? Oké, de Luthervering zit erop. Was het geslaagd? Yes! Het was echt heel leuk, heel gezellig. Gezellig, veel gezongen. En eten was goed, sfeer was goed. Top! Ja, nou, mooie opkomst was er. We hebben echt veel gezongen, leuke spelletjes gedaan met een bijbelquiz. En wat nog meer? Ja, alle prijzen van de tombola die zijn ook weg. Dus ik hoop dat jullie blij zijn met de prijzen die jullie hebben gewonnen. Sorry? Oh, ik hoor dat het volgende keer in Appingedam is. Dus dan zien we jullie daar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een keer mee te kijken in de moeilijkste kerken. Of tenminste in de moeilijkste kerk in Doesburg met verschillende gemeentes. Dat ik een beetje inzicht heb gegeven in hoe dat nou gaat hier bij ons. Wat nog meer, als je het leuk vindt om nog meer video's te bekijken van mij, klik dan even op abonneren en dan mis je geen video's. Doe je duimpjes omhoog als je het video leuk vond en ik word nu heel erg aangestaard door mensen. Nee hoor. Dus hopelijk tot de volgende video. Doei!
komen en tot de volgende keer. Doei!